What's up Ajaxiden? We staan hier vandaag bij Van Poelgeest in Amsterdam om een auto op te halen voor de nieuwe serie Take a Seat. Wij rijden zo meteen naar Ronald de Boer om een lekker bakkie koffie te doen, bij te praten en terug te blikken op zijn mooiste momenten in het Ajax shirt. Maar eerst gaan we Nick auto ophalen. Welkom in het boerenland. Hey. Hoe is het? Goed, lekker. Met jou? Goed je te zien, vriend. Ja. Prachtig. Ja, wat een rust hier, hè? Mooi dagje ook. Ja. Regen niet. Jij weet wel hoe je moet doen. Hier kom je tot rust. Ja. Drukste zoek je maar op. Gaan we een bakje doen? Ja, leuk. Okay. Gezellig. Nou, stap maar een keer. Ja. Kijk die ganzen. Ja, mooi. Het is hier echt... een oase aan rust met deze wind en regen af en toe verafgoot je het. Maar zonsondergang, dat is zoals ze zeggen, priceless. Voor de rest heb je Mastercard. Ja. Zelf ook in Barcelona gewoond, prachtige stad. Ja. Alles is zo mooi, het eten is lekker, het weer is fantastisch. En dan vergeet je wel eens dat je er ook voor één ding bent natuurlijk, waarvoor je bent gehaald, dat is voetbal. Als jij bijvoorbeeld zou komen, zeg ik van, hey, ja Viv, maar je moet even naar dat restaurantje en je moet daar of naar dat strandje en zo. Wijntje drinken. En dan ging ik vaak mee, niet dat ik een wijntje ging, maar dan ging ik toch mee. Je kan strekken, hè, zo van dit is de top die je bereikt, maar je kan altijd nog iets verder. Dus als je net even dat uitstrekken en dat uitstrekken, dat even, hè, dat plafond raken, dus dat je daar, hè, dus dat je echt alles hebt gegeven. Dat gevoel heb ik gehad dat ik dat niet heb gedaan, omdat je die focus daar, hè, omdat het leven was zo fantastisch daar. Het was zo mooi en alles en geweldig en ik had een beetje pech met blessures, maar toch, als ik dan terugkijk, denk ik, ja, ik had het wel dan anders gedaan. Je bent ook veel op de toekomst, want je bent techniektrainer nog. Ja, techniek, skill coach noemen we het eigenlijk en ik ben mentor van 5 toptalenten. Zitten daar leuke talentjes tussen? Ja, zeker. Nu bij de onder 17, onder 18, ik wil Mark Verkuijl, vind ik een hele goeie. Hè. Dat is echt zo'n spil, die heeft ook in mijn ogen die agressiviteit, maar ook denkend aan het teambelang. En dat zijn... Ik zag laatst een mooie uitspraak van jou over Damian van Vaart. Nou, Damian, die mooie traptechniek heeft. Ja, kijk, ik zeg altijd, als je zo'n wapen hebt, zoals Pierre van Hooijdonk, in zijn eentje heeft hij de Europa League gewonnen. Je moet wapens in je bezit hebben. Nou, hè, wat ik net met Mark Verkuijl zei, nou, dat heeft Damian. Dat is natuurlijk een vereiste, vind ik altijd, dat je bepaalde wapens moet hebben. Voor mij moet je... De dijk is niet gaan doen, joh. De volgende dames en heren. Nou, Ronald. Zijn er. Mooi, hè? Ik schrok een beetje van je eerste wedstrijden. Je scoorde altijd. Ja, nee, dat klopt. Altijd dat was ook wel natuurlijk een beetje een traditie voor jonge gasten die debuut maakten. Ook bij het Nederlands elftal heb ik dat gedaan. Ja, en, echt de verpersoonlijking van. Ja, dat gebeurt dan wel toevallig. Maar ja, als Ajax ziet, krijg je toch vaak veel kans als spits zijn. Hè? Verlaat mee. Abma. Hij 4 voor Ajax uit de 9e corner, de eerste treffer van de Boer. Zo, mooie zaak. Met Ajax Media hebben we een aantal fragmenten voor je voorbereid, een aantal foto's klaargezet. Laten we gewoon direct naar de eerste foto gaan. Jezus, als jeugdspeler bij Ajax, ik denk de A1. Voor mij heette het toen de Coca-Cola competitie en werd ik nog topscorer. Kreeg je zo'n hele mooie Coca-Cola fles. En dan zat er in de Coca-Cola fles zat een stereo. In het begin ben je een boertje van Buden. Wij zeiden schoen. Mooie schoen heb jij. Ja, ik bedoel, dat is echt best Fries. Maar dat leer je snel af hoor, ja, in de kleedkamer in Amsterdam. Ik kwam in een team met Bergkamp, Wouters, Van Schip. Hoe bijzonder was dat? Ah, dat was een keide leerschool. Daar moest je echt niet een dolletje mee plegen hoor. Als je die door de benen ging spelen. En ik weet wel, Jan had het er wel over. Hè? Want Jan werkt ook natuurlijk bij de toekomst nu. En dan kwam je natuurlijk met Jan Wouters. Nou, de training. Dat ging ik echt zagen. Ja, dat was echt niet normaal. Ik heb dingen gezien die... dat zou nu bijna niet meer kunnen gewoon. Pastoor achter Wouters. En die wordt opgevangen met de elleboog. Boem! Dan zou je direct naar de kant worden geroepen, Jan, en ga jij maar even 2 weken bij de tweede helft spelen. Dan gaan we naar de band met de grote Louis. Toen ik
16 jaar was of zo. Mijn vader was stucadoor, mijn moeder was gewoon huisvrouw. Maar die soms kwam het niet uit en dan konden we met hem meerijden, een soort carpoolen. Dus dan heb je al een soort band natuurlijk. Nou, dan praat je over voetbal. Dus vele uren in de auto gezeten, over voetbal praten. Het imagineren heeft hij zeg maar, erin gebracht, zeg maar. Bezig zijn al met de wedstrijd. Hij wist altijd, zeker in de jeugd al, wie er jarig was, maar ook als de moeder jarig was of je kinderen. Dat wist hij allemaal. Dat zegt ook wel iets over zijn persoon. Varen door de grachten? Ja. Wat een gekke huis. Alle grachten helemaal ramvol. Dat je zoiets kan bereiken en dat mensen zo ver kunnen gaan. Hè? En dus dat je de mensen zoveel hebt gegeven, plezier, dat ze zulke dingen gaan doen en je respecteren. Ja, dat is een van de meest indrukwekkende dingen die ik heb meegemaakt. Net zoals dat je boven het museumplein vliegt en dat je dat hele museumplein vol ziet staan. En dat je denkt, oh, daar gaan we straks naartoe. Hè? En dat hij even gaat zwaaien met... En met zijn vleugels, die piloot, dat vergeet je nooit meer. De wereldbeker, wat weet je nog van die trip naar Tokio? Nou ja, dat we natuurlijk een week van tevoren heen gingen en dat Gerard van der Lem al een paar dagen daarvoor was om de faciliteiten te bekijken en zo. En hij had fantastisch gegeten in het hotel en dan moesten we een soort, wat was het, soort frituur of een heet pannetje met water, met vlees en zo. Dat was echt de bom, dat moesten we echt gaan doen. Dus wij kwamen daar en dat is... Nou jongen, iedereen vond het zo smerig, echt. En alleen maar uitlachen. Lekker hè, het Gerard, lekker hè. En daarna gingen we allemaal zo snel mogelijk naar McDonald's geloof ik toe. Snel weg en nog wat eten. Waarom was je hier zo emotioneel? Dat was na Grasshoppers. Louis had aangekondigd dat hij naar Barcelona ging. Dus dat was al in kan en kruiken. Dit was het moment dat wij ons hadden gekwalificeerd tegen Grasshoppers uit. Maar deze emotie kwam voort uit die paar dagen daarvoor dat Louis heel emotioneel binnenkwam in de kleedkamer. Om te vertellen dat hij gesprek had met bestuur. En dat er twijfel was gerezen over zijn kwaliteit als trainer. En dat was een heel emotioneel verhaal wat hij vertelde in de kleedkamer. Ja, dat raakte heel veel mensen en mij ook. En ik had natuurlijk een speciale band met hem. Dit was ook het moment dat Louis toevallig net ongeveer zeg maar 3 meter achter de camera voorbij liep en met betraande ogen. Ja, toen schoot ik vol, omdat je hebt zoveel met elkaar meegemaakt en je ziet je trainer met betraande ogen. Ja, toen schoot ik even vol. Manen dan. Geen buitenspel en de gelijkmaker. Jawel, hij scoort. Ronald de Boer. Een fout van Molina, maar wat geeft dat? Calderón natuurlijk was een kolkende stadion met heel veel passie. Daar werd natuurlijk Dani ook wereldberoemd met zijn legendarische goal. Onvoorstelbaar, zoals die bal binnenslaat. En hoe was het om tegen zuigertjes te spelen, zoals Simeone? Ja, leuk. Ik heb natuurlijk ook met WK toen ontmoet natuurlijk tegen de 90. Ja. Het appel voor een strafschop. Natuurlijk Simeone erbij. Dan moet je echt gaan winnen. Dan moet je echt stoïcijn zijn. Want je wordt heel snel uit de tent gelokt en dan wil je heel snel reageren. Maar dat willen ze natuurlijk. En dat zit gewoon, wat ik zeg, hè. Je hebt Spanjaarden en je hebt Zuid-Amerikanen. Die zijn toch wel uit een ander hout gesneden. En daar moet je tegen kunnen. Gaan we verder. 98. Ja, wat een jaar. Een van mijn allerbeste vrienden nog steeds, Shota Varlatse. En natuurlijk de legende Laudrup. Shota ook, die de eerste aanname op zijn borst wist, jij zit op voetbal. En we hadden het over wapens daarvoor in de auto, hè? Wapens, je moet wapens hebben. Nou, iedereen had ongelooflijke wapens. Odyssee, sterk, snel, maar een geweldig schot. Mijn broer met zijn genialiteit als verdediger. Snelheid met Bamangida. Richard Witscher was erbij, hè? Met zijn geniale linkerpoot. Dit is... Bijzondere foto. Ja. Erewedstrijd voor Shaki. Tegen Johan, de legende, waar ik mijn debuut onder maakte. Ik heb zoveel respect voor die man, want hij is zo groot, maar toch altijd, als je hem tegenkwam, zo normaal gebleven in mijn ogen. Altijd bereikbaar, geen sterallures. Nee, ik ben dankbaar dat ik mijn debuut mocht maken. En dat ik daarna bij hem kwam, of moest ik op het kantoortje bij hem komen. Zei hij tegen mij, er zullen nu wel veel mensen wat van je willen, dus ook bijvoorbeeld... kledingmerken zoals Adidas, Nike en toen allemaal. En dat was toen al een beetje in dat ze jongens wilden binden. En toen zei hij tegen mij, hij zegt Ronald, waar het om gaat, want dat is het allerbelangrijkste.
dat je schoenen hebt die lekker zitten. Want dat zijn je gereedschap. Dat is je gereedschap. Daar moet je het mee doen. Dus ga niet voor een merk kiezen omdat je denkt 5000 gulden. Dat is natuurlijk lekker. Maar hij zegt, als ze niet lekker zitten, hij zegt, moet je dat natuurlijk niet doen. Dus ga alsjeblieft. Het is helemaal niet belangrijk, dat geld. Dus laat die gasten gewoon links leggen. Ik vond dat altijd dat hij daar al mee bezig was. Heb je nog een audioboodschap voor jou? Nee, niet echt anekdotes. Nee, die houden we voor onszelf. Goede herinnering aan Ronald en Frank natuurlijk ook. Een fantastisch mens, superspeler. Echt alleen maar heerlijke herinneringen met elkaar. Always friends, forever. Ja, dat is wel mooi van deze groep. Je hoeft elkaar niet vaak te zien, maar we hebben zoveel met elkaar meegemaakt dat het altijd goed is. Het is altijd weer heerlijk om elkaar te zien en het respect is daar. En hij doet het nu goed in Turkije, dus vind ik geweldig voor hem. En we hebben echt wel wat meegemaakt, maar dat doen we als de camera uit is. Maar dat kon in die tijd allemaal natuurlijk. Hè. Geen social media, dus we hebben zoveel mooie anekdotes. Thanks voor je tijd, Ronald. Foto's krijg je van mij. Oh, wat leuk. Ja. Stuur ik ze ook even mee, zodat je wat fotootjes op Instagram kunt posten. Ja, leuk. Zal ik je nog even naar huis brengen? Ja, heel graag. Okay, let's go. Tot de volgende keer, hè? Ja, pakken. Start, stop. Zo, ja. Komt-ie. Ja. Alright.